Zo, hij draait weer. Nou hé, dat is goed zeg. Ze draaien allebei weer. Zo, dat is goed voor mijn internet en mijn radioversterking. Oh, die signalen die gaan nu 100% opgepakt worden. Dan moeten we alleen nog voorzichtig van het dak zien te komen. Nou, dat gaat altijd fout, dus ik heb het ook die kijkers. We klimmen gewoon een keertje niet. Of we klimmen gewoon niet. We gaan gewoon met de trap. Henkie is slim geworden. Ja! Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. Hoi, Toos. Wat heb ik zin in deze video vandaag, kijkers. Kunnen jullie je deze nog herinneren? Mooi is die, hè? Ik heb hier zoveel leuke avonturen al mee gehad. Maar kijkers, ik had jullie beloofd. Bij 4000 likes zou ik een nieuwe video maken met die andere twee motoren die daar stonden. Maar ik heb ze helemaal weer uit elkaar gehaald en ingepakt. Want ik ga ze ergens anders monteren. Dus ik denk, weet niet of ik deze meeneem. Misschien dat ik hem ook nog heel even uit elkaar haal en dan ook in de panto bewaar. Maar kijk, hierdo. Oh, hey. Ik dacht dat de panto hier stond, maar die staat hier dus blijkbaar niet. Die moet ik zo nog even ophalen dan. Ik wil ze ergens mee naartoe nemen, kijkers. Ik wil ze ergens anders mee naartoe nemen dan waar ik normaal deze auto's monteer. En dat ik door de stad allemaal testjes ga doen. Want ik heb een briljant idee. Ik heb zo'n leuk idee. Ik ga hem uit elkaar halen, toch? En die andere twee die zitten al in de panto. Dus die moet ik dan even ophalen. Die staat, waar zou die staan? Maakt niet uit, ik zoek hem wel gewoon eventjes. Maar dan neem ik ze mee en dan ga ik ze daar monteren. En ik zeg lekker niet waar tot ik er ben. Het is wel even heel lang rijden, hoor. Maar dat komt helemaal goed, joh. John-Peter en Roy die zijn samen volgens mij klaar voor jassen of zo. Geen idee. Dus dan kan ik mooi even dit snel dit kleine geheime avontuurtje doen. Maar voordat de video begint, like hem even. Voor gaat 4000 likes, dan gaan we bij deze vragen om. Nogmaals, 4000 likes. Gaat jullie dat lukken? Oké, kijkers, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er zoveel zin in. De panto die is helemaal opgevuld. De dozen zitten erop. Mijn monteerkit heb ik bij me. En ik heb alle onderdelen heb ik zo klein gemonteerd. Dat ze er precies helemaal in de kofferbak passen. Maar dan gaan we ooit. Het gaat eventjes rijden zijn. Het wordt een mega lang avontuur, maar ik heb er heel veel zin in. Tot zo! Volgens mij ben ik er, kijkers. Ludendorff. Ja. Zo, hier ben ik heel lang geleden een keertje met Roy geweest. Toen zijn we aliens gaan jagen. En het bleek toen Marta en Frederik te zijn. Dat is al zo lang geleden. Maar Ludendorff, dat ben ik hier lang niet geweest. Wat leuk. Zo, dan gaan we heel even kijken. Want ik heb even moeten zijn garage zoeken. Want ik moet wel een monteerplekje hebben natuurlijk. Hè. Dus we gaan heel even kijken wat hier is. Een soort, wat is dit? Barn, huis. Wat is dit? Wat hebben we hier? Dit is mooi. Dit vind ik wel een leuk plekje. We gaan zo even doorrijden hoor. Nog even kijken. Maar dit vind ik wel een mooi plekje. Maar je kan ook naar binnen. Alleen het is hier een beetje eng. Weet je wat? Ik ga maar niet verder. Dat vind ik veel te eng. Dat doen we maar gewoon even niet. Kijk eens. Ik vind het een coole plek. Ik denk dat ik maar even verder moet zoeken. Er zullen vast nog wel andere plekjes zijn. Ik moet gewoon... Wow! Wat gebeurde er nou met het weer? Zagen jullie dat? Nou... Even zoeken naar de volgende plek, want wie weet. Wie weet vind ik toch wel iets anders. Ik heb heel even de Henkie Boost uitgezet. Gewoon de snelheid. Voor het feit dat ik hier anders heel erg ga slippen. Ik ben nooit gewend aan sneeuw, dus ik heb helemaal geen winterbanden eigenlijk. Maar die kan ik nog even monteren voor op de motor, hoor. De winterbanden. Is dit een mooi plekje? Er ligt te veel sneeuw hier. Ook allemaal niet goed. Ik moet wel een mooi plekje hebben, kijkers. Ik moet toch allemaal leuke dingen kunnen monteren? Jottem! Wat heb ik er veel zin in. Misschien dit hier? Nee. Ik ga hier wel even kijken. Ik zie daar dat er een stad is, dus ik kan ook de stad in zo even kijken. Hier ziet het er wel heel leuk uit. Wat een coole huizen. Maar heb ik ook een beetje een plek waar ik mijn auto neer kan zetten en zo? Ja, op zich is dit wel een leuk plekje. Kijk eens. Ik denk dat dit wel een heel leuk plekje is om het gewoon te doen. Zou ik hem gewoon leuk hier monteren? Kijk, dit is toch zo'n leuk plekje om hem gewoon te doen? Zo hier. En dan, of hier juist. En dan kijk, daar staan allemaal spulletjes. Ja, die kan ik al kwijt hier. Dat komt helemaal goed. Oké, kijk eens. Ik ga die spulletjes klaarzetten. En ik heb er zoveel zin in. Moeten nog twee motoren moeten we monteren. We moeten ze allebei nog afmonteren. En ik heb er zoveel zin in. Eerst zet ik de Batmobiel weer even in elkaar. Dan doe ik er even een klein testrondje mee. Even kijken hoe de omgeving is en zo. Dan is het tijd voor de nieuwe motoren. Het zijn de twee. Ze zijn zo mooi. Dus we halen de Batmobiel weer even uit elkaar. Zo, daar staat hij, de Batmobiel. Ik zeg wel heel leuk Batmobiel, maar het was de Batmo Henkie. Het was de Batmo Henkie. Dus ik heb de Batmo Henkie weer in elkaar gezet. We gaan even snel testen, want je doet kijken hoe de omgeving is en zo. Hier rechts nog even de stad misschien. We kijken waar we de snelste snelheidstest kunnen doen. Zo, kijk eens, dan gaan we heel even kijken. Ik vind het in ieder geval een hele leuke plek om een keer ergens anders te gaan testen. Hoe leuk is dat? Dus we hebben hier de stad. En dat rijmt, want hoe leuk is dat? Hier had ik ook wel mooie monteerplekken gehad, hoor. Wat heb je hier dan allemaal? Hier heb je gewoon coole gebouwen en zo. En
Ah, dit is wel heel cool. En ja, hier kon je ook nog in, zag ik. Ah, het is meer gewoon een avonturier aflevering geworden. Oh, hier heb je een kerkje. Ah, oké, dit is ook wel heel cool, dit kerkje. Maar goed, nu gaan we gewoon terug. We hebben deze omgeving hier gecheckt. Ik weet dat hier voor de rest gewoon heel veel lange weggetjes zijn. Ik zie heel veel ophogingen, waardoor we misschien een paar jumpjes kunnen maken. Oh, dat gaat toch zo cool worden, kijk eens. Dan gaan we de Batmo Henkie terugzetten. En dan, ja, moet ik even denken, want we gaan... Dus ik begin gewoon met de eerste. Ik zet hem gewoon gelijk in elkaar in plaats van dat ik helemaal moeilijk eromheen ga doen en zo. En allemaal progressie laat zien en zo. Ik ga hem gewoon in elkaar zetten. Wauw, hé, wat een sterren zijn er aan de hemel, kijkers. Wat prachtig. Ik heb de hele avond doorgewekt. Het is inmiddels al zoals je ziet donker, maar hij is zo prachtig geworden. En in 3, 2, 1, bam, daar staat hij. Oh, wat een prachtmotortje is het geworden, hè, kijkers. Wat is hij mooi. Oh, kijk, als we er even op zitten zo, dan zie je gewoon zelfs achter overal lichtjes voorin nog roze licht. Oh, wat is hij echt mooi geworden, kijk. Hij geeft zelfs extra licht. Op gas geven. Boom! Wat is hier mooi, hé, kijk eens. Maar ik ben wel heel moe. Dus ik denk dat ik hem wel overdag ga testen. Dus, nou weet je, ik wacht wel even. Ik ga wel even in de panto slapen. En dan wachten we tot het ochtend is. En dan gaan we er een ritje mee maken. Tot zo! Zo, hé, ik lag lekker op het dak te slapen, maar ik gleed eraf. Oh, maar nu ik gelijk wakker ben, is het tijd om te rijden. Kijk, is niks aan. Nou, misschien moet ik heel even wakker worden en ontbijten. Nee, joh, dat is nergens voor nodig. We gaan gewoon gelijk rijden, kijkers. Oh, wat heb ik hier zoveel zin in, hé. Oh, zo, het is hier zo mooi, kijkers. Ik weet niet eens hoe ik hem wil gaan noemen. Oh, maar ik wil er gewoon even heel hard mee rijden. Nou, dus laten we eerst maar gewoon lekker rijden. Kijken hoe ver die komt en zo. Ah, en hij slipt niet. Merk ik nu al. Oh, het rijdt deze fijn. Zo, wat een fijne motor, hé. Hij slipt gewoon niet. Hij heeft lekkere wegligging en zo. Hé, wat is hier nou? Hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Nou, dit vind ik wel heel apart. Maar dat maakt niet uit. Tuurlijk maakt dat niet uit. We gaan gewoon lekker doorrijden. Oh, hoe goed is hij? Of rood? Oh, hij doet heel erg zijn best. Je merkt dat hij moeite heeft. Maar dat maakt niet uit. Hij kan het alsnog. En ja. Ja! Oh, dit doet hij goed! Oh, dit doet hij goed! Kijk eens! Wat doet hij het goed? Remmen! Niet tegen het paaltje! Nou! Dat was alsnog tegen het hek. Maar kijk eens, wat is die mooie deze versie van de motor. Hij is zo prachtig! Ah, en ik ben zo trots op hoe hij rijdt. Hij rijdt zo lekker. Hij rijdt zo lekker snel gewoon over de weg en zo. En trouwens, ik ben benieuwd als ik nu met deze motor op onderzoek ga. Want ik weet dat Frederik en Marta hier toen een keer helemaal voor ons... rijdt hij over het ijs? Oh, dit vind ik eng, kijkers, hoe hij over het ijs rijdt. Dat vind ik heel eng. Door de steentjes heen zo. Oh, dit is spannend. Maar dit vind ik wel leuk. Oh, dit is een keer echt een nieuwe soort aflevering of zo, hè? Volgende keer ga ik gewoon lekker weer terug naar huis. Want ja, het is wel lekker... Ja, lekker. Het is gewoon koud hier. Want hier ergens hadden ze dus een alien onder het ijs gaan. Helemaal voor ons. Voor Roy en mij. Maar dat bleek ergens hier te zijn, toch? Hier is het, kijkers. Kijk. Wow. Daar is hij. Wow, hij zit er gewoon nog steeds. Ze hebben hem gewoon niet weggehaald, die Frederik en Marta, hè? Oh, met mijn motor ben ik hier. Wat cool. Alien, wil je zien wat ik kan? Kijk. Let op wat ik kan. Henkie Boost button in 3, 2, 1. Motor. Nee, daar gaat hij. Oh, moet ik nou helemaal terugrennen? Oh, is dat serieus zo? Moet ik nou helemaal voor die motor terugrennen? Weet je wat? Volgens mij ben ik eerder bij het huis zelf bij mijn panto. Ik monteer wel vast de nieuwe motor. En dan rijden we daarmee naar de oude motor. Zo, nou, daar zijn we weer. De bedmobiel ligt er nog. Maar ik heb nog één leuke motor voor jullie kijkers die ik ook aan jullie wil laten zien. En dat lijkt me ook zo leuk om te doen. Zijn jullie er klaar voor? Dit is denk ik toch dan echt wel mijn favoriet. Want ik vind hem zo leuk. Ik heb een keer iets andere kleuren gedaan met 3, 2, 1. Pauw! Kijk, daar staat hij. Ik dacht, weet je wat? Ik doe Max een keer een plezier en ik doe er een beetje een soort oranje-gelige kleur over. Omdat zijn kanaal altijd die kleur heeft. Maar wel een beetje lelijk hoor, Max. Maar goed, kijk. Ah, wat prachtig is hij eigenlijk, hè. Hij is zo mooi en hij is ook zo snel. Want kijk, ik heb er allemaal gekke dingetjes op gemonteerd. Dit is mijn snelheidsmeter. Je hebt je Henkie Boost button daar. Je kan nog zelfs die omdraaien en dan dat gele knopje indrukken. Oh, er zit van alles op. En het is zo'n leuke motor. Kijk eens, laten we het even mee rijden. Misschien dat ik wel gewoon een andere motor ermee kan vinden. Ik weet niet waar die heen vloog. Die vloog een beetje daar naar rechts, hè, richting de stad. Oh, wat is deze ook leuk eigenlijk, hè? Hij is zo leuk! En deze motor die zit ook veel veiliger, dat merk ik nu al. Ik weet zeker dat ik hier niet af ga vallen. Ah, maar waar is mijn motor? Waar vloog hij helemaal heen? Ah,
Zo, hier overheen. Moten. Waar ben je? Nou, hij is nergens te vinden, kijk eens. Waaah! Bam! Zo, zagen jullie dat? Oh, dat was cool, maar dat maakt niet uit dat ik hem nergens kan vinden. Ik monteer hem wel gewoon opnieuw. Dat kan ik toch? Nou, dan gaan we kijken. We gaan deze ook even goed testen. Moeten goed in de vooruit leunen. Oh, hier ga ik zeker niet afvallen. Oh, deze hier rijdt gewoon nog lekkerder. En nog sneller. Ho, ho. Wow, wow, wow. Ah, au, au. Wow, maakt niet uit. We gaan gewoon door. Steentjes. Oh jee, saltootje, saltootje, Henkie, saltootje. Damn, nog een saltootje. Oh, oh, dat gaan we niet doen. Oh, maar wat rijdt deze lekker. Oh, kijk eens, deze rijdt zo lekker over het sneeuw en zo. Ah, oh, hij heeft zoveel grip, heeft hij. Die wielen, oh, die wielen die zijn zo fijn. Oh jee, ja. Oh, zo, daar gaan we. Oh, wat een mooi ding. Au, stomme paal. Oh, maar wat een prachtding, hé. Ondanks dat we hier zijn, wil ik deze motor vooral. En die andere, dan die monteer ik ook nog wel even. Toch wel gewoon ook in de stad testen. Ondanks dat het hier heel leuk is, hoor. Maar bah, je moet ook gewoon alles nog in de stad kunnen testen. Ja. Zo, wat rijdt hij lekker, hé. Is zo ontzettend snel. Oh, wow, daar ging ik bijna. Oh, 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 remmen, 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 remmen. Remmen, 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 remmen. Ah. Wat leuk! Ik moet wel zeggen, kijkers, ik vind het veel leuker om gewoon in de stad te testen, hoor. En van de bergen af te springen en zo. Maar ik dacht, weet je wat, ik vind het een keertje leuk om hier te doen. Dus laat ik zeggen, ik pak ze allebei nog één keertje terug. Dan gaan we een hele mooie grote sprong maken. Bij een ramp die ik thuis bij het vliegveld ken. Laten we erheen gaan, dus dat is dan weer... Oh, moet ik weer 12 uur? Ik heb helemaal 12 uur hierheen gereden voor dit. En het was niet eens zo heel spannend. Nou, dan wil ik toch nog even die sprong maken. Maar dan ga ik weer door. Dan moet ik ze weer uit elkaar halen. Weer 12 uur rijden voor dit. Jezus, hé. Ah, daar zijn we weer. Kijk eens, ik moet het... Oh, au, 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 au. Au, au. Ik wilde zeggen, ik moet het sneeuw nog steeds van mijn auto afhalen. Kijk, dat zit er nog steeds op. Ah, maar ik vind het in ieder geval fijn dat we weer bijna thuis zijn. Kijk... De stad, daar heb je hem gewoon weer. Ah, wat een route was het helemaal hier, hè? Door de bergen moet je helemaal. En dan... Wow! Zo, hé, daar zijn we. Nu lekker weer de brug over, waardoor we echt in de stad zijn. Oh, die Panto, die is eigenlijk ook altijd zo snel, hè? Kijk eens. Oh, 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 vooruit! Vooruit! Wow, vooruit! Au, 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 ah! Au, 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 ah! Ah, ah! Ah! Dat was helemaal niet de bedoeling dat dat ging gebeuren. Ah, oh, maar dat maakt niet uit. We zijn in ieder geval weer lekker thuis. Ik weet dat hier in de buurt gelijk ook het vliegveld is. Dat is dan nou helemaal een lekker groot voordeel. En laten we daar dan even die dingen in elkaar zetten. Want daar heb ik ook een extra garage voor mij. Ik heb zoveel garages. Althans, ik betaal ze nergens voor. Maar ik, ze zijn gewoon voor mij. Dan ga ik jullie even een geheime route laten zien. Deze heb ik kapot gemaakt. Dit muurtje hier. Puur zodat ik... Kijk, hier heb je mijn sprong, weet je. En dan weet ik dat hier ergens... Au, mijn garage in de buurt zit. Alleen... Ja, trouwens, ik maak ze even... Nee, dat doe ik wel gewoon hier. Ik kan ze ook hier maken. Dan zet ik ze hier weer even in elkaar. Haal ik ze weer uit de pand. Dan mag ik weer in en uitladen. Oh, jezus, hé. Maar dan ga ik ze hier allebei in elkaar zetten. En dan gaan we die sprong maken, oké? Oké, de eerste is gemaakt weer. Oh, ik ben zo benieuwd hoe deze het gaat doen. Wat voor sprong deze gaat maken. 3, 2, 1. Yo! Oh, Henkie Boost Button. Ja! Wow! Yes! Oké, en nu moeten we ergens op landen. Kom op, Henkie, dit kan je. Waar ga je op landen? Waar ga je landen? Op de parkeergarage? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, ah. Zo, hé. Oh, dat was best succesvol. Oh, wat heb je hier een aanloopruimte? Oh, wat mooi. Yo, wow, wow. Oh, dit vind ik leuk, kijkers. Dit vind ik leuk. Bam. Oh, dit vond ik zo mooi. Ah, dit vind ik een hele mooie, succesvolle rit met deze auto. Kijk eens, deze motor. Ik vind het een beetje een rare aflevering tot nu toe. Ik weet het niet, maar ik vind het wel leuk. Kijk, ik heb deze ook weer leuk in elkaar gemonteerd. Ik dacht, weet je, ik wil hem ook nog één keer met deze testen, hoor. De sprong, dat moet gewoon. Ik moet weten hoe dit eindigt. Kijk eens, daar gaan we. Dit kan ik. Even opstappen, hoppakee. En dan, ja, dan gaan we eerst even hierheen rijden. En dan gaan we de sprong maken. In 3, 2, 1. Ik reed al en ik was wat af te tellen, maar dat maakt niet uit. Oh, wow. Oh, oh. Wat prachtig. Wow. Oh. Oh jee, nee, dit is foutenbol. Au. Oh, dat ben je niet, hè. Oh jee. Oh jee, kijkers. Oh, zit ik nou serieus vast? Zit ik nou serieus vast? Op het dak. Ja, hier durf ik echt niet met de motor vanaf te rijden. Daar heb ik toch veel te weinig snelheid voor. Hoe ga ik hier ooit van afkomen, kijkers? Oh nee, dit meen je niet, hè. Oh, dit meen je niet. Help. Help. Oh nee. Waar is de motor? Waar is de motor? Als jij nou eens hulp gaat halen, motor. Als jij beneden nou eens hulp gaat halen, dan kunnen we het redden, oké? Okay? Ga hulp halen. Goed zo. Ik zie je later, motortje. Oh, nee. Oh, jee. Kijkers, wat moet ik nou doen? Oh, ik zit vast. Het is gewoon avond. Ik ben hier nu al zo lang en ik durf gewoon... Ik ga niet springen.
Maar dat weet ik toch niet. Ik heb van hoger gesprongen een keer en toen heb ik het overleefd. Maar dat deed, wil ik helemaal niet, dat deed zoveel pijn. Dus kijk eens. Ah, oh, jullie moeten met de tip komen. Ik kan misschien hier iets kapot monteren, zo hier iets uithalen of zo. En om mijn onderdelen kijken, we zien dat ik hier nog dingen... Ja, hier kan ik ook onderdelen uithalen, maar vooral uit deze machines. Misschien kan ik iets monteren of zo, een helikopter. Jullie moeten me helpen. Oh, op wat voor manier kom ik nou van dit dak af? Kijk eens, like de video. Like de video. Ik weet niet hoeveel likes. 4000 likes gaan we doen. En abonneer allemaal eventjes. Want, oh, jullie moeten mama helpen in de comments. Zeg hoe ik hier af moet komen. Zeg dat ik, misschien kan ik iets monteren of zo. Weet ik veel. Jullie moeten me helpen. Oh, we zitten vast. Dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer.